guys, tof dat jullie weer kijken naar mijn gloednieuwe vlog. En zo denk van, met welke camera film je? Nou, ik film even met, wat is voor een camera? Een Canon. Ik weet niet welke Canon. Maar het is even, wacht, de Canon PowerShot SX230HS. Want mijn eigen camera, zoals jullie weten, is nog steeds in de maak, zeg maar. En ik denk dat nu nog tot 2-3 weken kan duren. Maar it's a fucking beautiful day. Mooie blauwe lucht. Hartstikke mooi. Helemaal mooi. En vandaag gaan we naar de Biesbos. Want voor mij was daar iets of zoiets. Ik weet niet precies. Maar daar gaan we dus heen. En mijn haar is gedaan. Super cool. Moet ik nog alleen even stukjes van maken. Dus even gel in mijn haar doen. En ja, dan gaan we zo naar de Biesbos. En dan ga ik misschien ook nog een video opnemen met mijn broertje. Want we gaan er toch met z'n allen heen. En dan ja, is wel wat leuk, want anders moet ik in het parkje. En dat is ook wel in principe wel een leuk idee. Maar in een bos is het nogal wat leuker. En ik mag van mijn vader even deze camera even tijdelijk gebruiken. Omdat dus mijn camera nog in de maak is, omdat ze het LCD-schermpje nog moeten bestellen. Dus ik ga zo even mijn haar doen. En dan zie ik het denk ik weer zo meteen. Tot zo. Dus mensen, ik ben nu buiten. Het is super mooi weer. De zon die schijnt helemaal mooi. En ik heb dus mijn haar gedaan. Ik weet niet of het nu een beetje zit. Maar het moet stekeltjes zijn. Of voorstellen, soort van. En ja, ik vind nog best wel meevallen hoe koud het eigenlijk is. En ja, want ik heb ook nog mijn winterjas. Die helemaal uit Parijs komt en dat bandje zit in de weg. Maar het valt wel rekening mee hoe koud het is. En ik moet ook dus laarzen meenemen, maar dat doet mijn vader of Jacqueline wel. En ja, dan gaan we naar het Biesbos Centrum of zo. Een soort van museum of iets. En ja, dan gaan we ook kijken wat er is en zo. Dus ik denk dat jullie weer zo meteen weer zien. Tot zo. Yo mensen, ik ben nu met Hanna en Aaron. Hey. En we zitten nu op de pont. Weerpont, hoe moet je dat eigenlijk noemen? Ik weet niet. Maar we zaten dus net op dit bankje. En we gaan nu even een stukje hoger. Want er zijn nog andere bankjes. Oh, hij gaat varen. Kijk. Hey, let's go. Maar de schade is zo groot dat de polder niet langer levensvatbaar is. In de jaren die volgen hadden de herstelwerkzaamheden geen gelijke tred
met nieuwe overstromingen. Onder invloed van de zee en de rivieren verandert het landschap. Heel mooi oud hout, oud ijzer. Hallo. Van overheidszijde direct steun bij de inwoners.
Voor de inwoners heeft deze overstroming wel als een uitermate trieste decemberverrassing gekomen. Het ingezaaide wind. Na Jim. Reception. Kent toch niet? Hier, Vlogception. Fucking Vlogception, Even kijken waar deze dinges naartoe leidt. Deze brug of iets. Even kijken waar dit naartoe gaat. Wel mooi met allemaal soort van gras, piramides. Eeuw. Vast een heel mooi uitzicht. Of niet, want het zijn alleen maar auto's. Dus waar het op uitkomt is dit. Niet zo heel mooi, maar kijk, daar heb je onze auto. Mooie Volvo. Precies in de midden, zodat er geen andere auto's kunnen parkeren. Tja, dat is eigenlijk het uitzicht. En dan ga ik weer terug. En mooie gras, piramides. Zo grappig. Bijna gevallen, joh. Dus ik ga weer terug en dan zie ik je zo. Dan kom je binnen de zonneboom tegen. Ken toch niet? Maar hier heb je dus ook al een heel mooi paadje met een soort van kunstwerk daar ook. En daar nog een pad wat helemaal rond loopt. Dus we gaan even kijken waar dit pad helemaal heen gaat. Ik vind het zo als ik dan nu niks zeg, maar allemaal vliegen. Vliegjes. En een bootje. Nou, mensen, wat ik nu tegenkom is een fucking draaiende schijf. Mooie 360 graden filmpje. Gaat echt fucking langzaam. Mama! We're turning around. Mama, ik doe niets. Turn up. Ja, stop dan. Een draaiende schijf. Met elektriciteit of zonder elektriciteit? Turn up. Dit is echt zwaar. Ik denk het ook. Oh. Ja, om het te verdelen. Dat is mijn hoofd in handen. Ja. Als jullie net even afgaan. Je moet niet op. Nou, we moeten daar niet op gaan staan. Of dan moet je allebei één hier kant hebben. Hier is een snoer, dus het is een elektrische. Hey mama, daar was het idee. Dat kunstwerk stond ook heel klein. Dat is dat, dat in, ja. Papa! Turn around, bitch. Wat?
zo. Oh, mijn arm doet fucking veel pijn. Maar het is wel een leuk museum, een soort van. Jezus, vloog een vinder over mijn hoofd eens. Shit. Maar hier is dus een naam, ja, het museum in het Bispelcentrum of zo van Dordrecht. Is wel leuk. Zo leuk aangekleed met die gras op het dak. Is wel grappig. En daar heb je een soort van hele grote keerplaat of zo. Of iets dergelijks. Volgens mij was het net 3 uur, hoorde ik. Even kijken. 1 over 3. Dus ja. Ik zie je zo meteen weer. En voor de mensen die het leuk vinden, abonneer even op Jumping David. Link staat in de beschrijving. Hij maakt wel leuke video's. En vooral trampoline video's en zo. En ook af en toe vlogs. En ja, abonneer op hem, zou ik super tof vinden. En abonneer op mij, zou ik ook super fijn vinden en tof vinden. Bedankt alvast. Nieuwe challenge. Spring over deze water. Oh, daar kom ik aan. Daar kom ik aan. Ja. Hoi. Hoi. Ken nu ik 3, 2, 1. Holy shit. Oeps. Beetje nat geworden. Oeps. Oeps. Oh, nice. Oké, nog een keer. Hey! Waar hier zonder aanloop. Hier is nu verschil. Gewoon met een stap voor jou. We zijn niet misgaan. Wow! Bijna mis. Ging bijna fout. Yo mensen, ik ben weer thuis van de, ja, van de Biesbosch Museum of zo. En dat was wel leuk, wat ik al had gezegd. En over een half uur ongeveer gaan we eten. En ik heb dus nog voor mezelf, is wel heel leuk om ze te laten zien, een hele mooie L gekocht. Een soort van gelijkmatige Harry Potter L. En ik heb nog voor me, blijf staan joh, kut L. Nee. Ik heb nog voor mijn beste vriend Max Schoen, heb ik nog in deze zak nog iets zitten. Maar ja, dat hou ik een beetje geheim, anders misschien als hij deze video ziet, dat hij dat dan misschien dan al wel weet. En dat wil ik niet. Ik wil het een beetje als verrassing houden, slash als een cadeautje. En ja, dat eigenlijk. En ja, ik kan ook mijn pet nu even laten zien. Hartstikke mooie pet, man. Helemaal mooie groene klep. Groene, ja, ding. Nou, maakt niet uit. Maar dit is mijn logo. Mijn YouTube logo. Waar op mijn t-shirt een logo van is. Of iets. Maar als je deze pet wil, link zit in de beschrijving en in mijn banner en in mijn Insta bio. Dus check mijn webshop, er zijn nieuwe kleding, of er zijn nieuwe kleren te koop, zelfs nieuwe knuffels. Dus voor de mensen die mijn merchandise willen kopen, check de link in mijn YouTube beschrijving of in mijn banner of in mijn Insta bio. En wie weet zie ik jullie wel in een van mijn kleding lopen of in een van mijn merchandise lopen. Laat het even weten. Het zou super tof zijn. En ja, vanavond ga ik weer terug naar de Beukenhof. Dus mijn woning eigenlijk. En ja, dan is morgen weer maandag. Het is een fucked up dag. Ik zweer, het is een klote dag. En ja, voor de rest weet ik niet wat ik nog ga doen. Maar in ieder geval volgend weekend ga ik ook vloggen. Want dan ga ik naar moeder, want dan ga ik ook nog allemaal leuke dingen doen. Ik ga nog niet zeggen wat. Ja, ik kan wel 1 ding vertellen, maar voor mij zondag ga ik nog niet vertellen. Want zaterdag is de grote improvisatieshow in Kunstmin. Superleuk. En ja. Dan zie ik jullie denk ik weer als ik op de Beukenhof ben. Tot zo. En toen was je weer op de Beukenhof, of tenminste op mijn kamer. Oh, what the fuck. Maar even kijken, staat mijn wifi nu ook aan. Staat helemaal aan. Maar het is nu 8:30 en over een uur ga ik naar bed. Voor jullie is het misschien geen uur, maar voor mij wel. Dus ik heb nu niet heel veel te vertellen.
Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. Een reactie achter te laten. Te delen met je vrienden. En natuurlijk een mooie blauwe duim te geven. Zou ik super fijn vinden. En hopelijk kunnen we de 80 abonnees halen. Zou ik super tof vinden. En ja, dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Ciao.